Skitska Toon fans! Hier is jullie Toonie eindelijk weer live nadat ik een van de meest moeilijke missies heb voltooid waar ik ooit aan ben begonnen. Want elke YouTuber kan een top 3, een top 10 of zelfs wanneer hij daar zin in heeft een top 54 maken. Maar ik, Toonie, heb alle afleveringen van Teen Titans Go gezien. En dus heb ik voor jullie de 100 beste, inderdaad 100, Beast Boy transformaties. Ik hou ervan als hij in een big verandert. Een bakkeringvis, een konijn. Woehoe, die walvis is cool. De walvis met mensenogen. En een taartspugende nijlpaard. Moeten we ze tegenhouden? De lijst met dieren is nog niet klaar. Hier is een pelikaan. En een vleermuis. Een cheetah. De voetbalhaai. De vis. En de wasbeer. En de muis. Oh nee, sorry. Dat was een vermomming. Ik was in de war. Volgende. Welke was het? Oh ja, de havik. Die is te gek. De feestschildpad. De mug. De boa. Nog een inktvis. Nog een nijlpaard. Een giraf. Oeh, wat heb je daar? Ik ben ook fan van zijn dubbele transformaties. De dubbele olifant. Een dubbele konijn. De dubbele bever. De dubbele toekan. En een dubbele katje. En is die vliegende eekhoorn niet onwijs cool? De luiaard, de krokodil? Nee, niet overal je tanden inzetten. En we gaan door. Een van de coolste dingen aan Beast Boy is dat hij in een van de allerliefste dieren ter wereld kan veranderen. Kleine puppies. De normale puppy, de showroom puppy, de blije puppy, de dikke puppy, de Scooby-Doo puppy. De mops, de vintage puppy en die lieve puppy met al dat vel in zijn nek. En de bulldog, de huilende puppy. En de verdrietige, net niet mooi getekende puppy. Oh, ik wil al die puppy zo graag knuffelen. Maar we gaan door. Ik ben dol op zijn dolfijntransformaties. En de egel, en de krab, en de gevaarlijke wolf, en de niet zo gevaarlijke wolf, en het rendier, en de tijger. En we hebben hem zelfs als dino gezien. Is dat cool of wat? Maar ik denk dat Simon er anders over denkt. En de kolibri, de lelijke vogel, de IT-zeemeeuw, de tortelduif. En deze vogel maakte heel vreemde geluiden. Oh, en het was heel leuk toen hij in een soort pop veranderde. Al kwam dat meer door de poppentovenaar. Het is vreemd dat hij als pop zijn krachten niet heeft verloren. Want hij is in te gekke dingen veranderd. Zoals een realistische big en een eend en een hamster. Kijk wat schattig. Het ding is dus dat Beast Boy in coole dieren kan veranderen door de geweldige superkrachten die hij bezit. Ik heb een beetje hulp gehad. Maar als hij vervloekt is of teruggaat in de tijd, dan verandert hij echt in vette dingen. Zoals de honemens, de ninja, de astronaut, de baby. Oh, wat lief, ik wil hem wel opeten. Oh, en zijn transformaties naar meneer Big Style zijn te gek. Kijk maar. Ik zie eruit als een gewone vent. En die zeurende 40-jarige. Op het leven. De oude man. Trouwens, doet hij jullie niet denken aan een beroemd karakter uit de serie Ruimtefilms? Ah, laat ook maar. En zijn transformaties uit verschillende delen van de wereld zijn ook cool. De Franse Beast Boy. Beast Boy op zijn Japans getekend. De Egyptenaar. De Mexicaanse mariachi. Hola, amigos. Maar we gaan weer terug naar de dieren. Daar zijn er zoveel van. Ik hou van de aap, het gordeldier, de zeekat, de maki, de olifant. En de gorilla, vos, wolf, mummy. En ik ben ook fan van de ezel, de Pterodactylus en zijn mini-versie. Mini-Pterodactylus. De Dilophosaurus, de adelaar. Wow, en de supercoole mammoet. En de vreselijke Pegasus. Ah, en de haan. Alleen veranderen dan alleen zijn voeten. Oh, en de kip, die wordt een soort moeder. Ik ben een moeder. Daar komt weer een schatje aan. En het is geweldig wanneer hij een supertransformatie doet. Dan wordt hij echt fantastische dingen. Moet je die combi met Cyborg zien? Samen zijn ze een centaur. En met Raven lekker sim. Hey Raven. Hey Starfire. Lol! Die neushoorn is ook lief. En het tada! Magische konijn. En de stier. Piraatpapegaai. Wow, en de struisvogel die moeite heeft met wiskunde. En de arme kangoeroe. En de gladde slang. En het maffe vogeltje dat op je vinger gaat zitten. Die andere aap. Ah, en natuurlijk de mol. Oh ja! En niet te vergeten een klassieker. De kat op ontelbare manieren. En de baviaan. En natuurlijk een coole beer. En hij is ook veranderd in de lieve versie van het paard. De pony. Altijd handig als je geen geld meer hebt voor een pizzabezorger. Kan ik betalen met een ritje? Lol! En zo komen we bij het erepodium. Op nummer 3 staat... de vreselijke, verwoestende en iets wat gemene... Scarman. Wauw. En op nummer 2 hebben we de giga-inktvis die Cyborg gebruikt tegen slechteriken. Hij kan niet alleen heel sterke inkt schieten, maar hij kan ook iedereen verslinden. Plop! Dag, slechterik. En op nummer 1 staat zijn meest populaire transformatie. De gorilla. Hey, hoe gaat die, Titans? De rommeligste en gekste transformatie waar Robin helemaal wanhopig van wordt. Ga onmiddellijk van me af. Zelfs Starfire en Raven worden er gek van. Dit waren zonder enige twijfel de meest coole, superfantastische transformaties van Beast Boy. De wet van de jungle, maat. De missie is voltooid. Nu lekker uitrusten, vriendjes.
Toedeledokie.